Ha, die gammele stal van je gaat tegen de vlakte, ouwe. Oh nee, stal Morland die wordt vernietigd. Uitkijken dat we niet gezien worden door de GED. Wij moeten stal Morland redden. Hallo allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Star Stable video. En in deze video gaan we weer verder met mijn nieuwe Star Stable account. Heb jij de vorige afleveringen op mijn nieuwe account nog niet gezien? Ga die zeker even eerst kijken. Hierboven zie je de playlist verschijnen van deze nieuwe serie op mijn kanaal. Wanneer jullie dit zien, ben ik er niet. Ik ben met Olly namelijk een maand in training. Dus dit betekent dat ik ook eventjes geen reactie van de week doe. Want ik kan op die locatie geen video's opnemen. Dus als ik weer terug ben, gaan we weer verder met de reactie van de week. Wil jij mijn avontuur met Olly nou volgen? Volg me dan zeker op Instagram, want daarop zet ik allemaal updates hoe het gaat en wat ik allemaal aan het doen ben. Dus dat gezegd te hebben, gaan we snel beginnen met deze video. Daar zijn we weer op mijn nieuwe Star Stable account. En ik heb niet stilgezeten, jongens, want mijn paard is al level 10. Ik heb echt elke keer dat ene raceje die ik heb hier zo in Morland gedaan. En ik heb ook al best wel wat Jorvik shillings. Dus dat is zeker helemaal leuk. Deze paar kledingstukken en tuig wat ik in mijn rugzak heb zitten, die heb ik van Codes gekregen in Star Stable. Het is die set van dat middeleeuwse feest. Maar het enige wat ik daarvan nog kan gebruiken zijn deze bandages. Want voor de rest moet ik allemaal level 9 zijn. Maar ik ben een Star Rider geworden op dit account. Het is 1 week gratis Star Rider. Door de code die een tijdje terug was gekomen. De code was It Has Begun. Waarschijnlijk doet hij het nu niet meer. Maar daardoor heb ik dus 1 week gratis Star Rider gekregen. En ja, dus we gaan gewoon lekker verder met de missies waar ik was gebleven. En dat is hier zo, bij Justin. Ik zal je voorstellen aan Thomas, mijn vader. Hij vindt het geweldig om nieuwe ruiters te leren kennen. Kom, we gaan naar de Brink. Bij de stallen, daar is hij vaak te vinden. Let's go! Oh, ik vind het echt zo leuk. Ik ben helemaal enthousiast om deze missies verder te doen. Oké, maar we gaan wel eventjes een tandje sneller, want dit gaat wel erg traag. Daar staat hij hoor, met meneer Campbell. Campbell, dit is mijn land. Je hebt hier geen rechten. Je hebt geen rechten nodig als je geld en machtige vrienden hebt. Haha, die gammele stal van je gaat tegen de vlakte, ouwe. Maar wees gerust, ik geef je de tijd om die knollen te verplaatsen. Oh nee, stal Morland die wordt vernietigd. Dat is wel nog hetzelfde als de missies hoe ze vroeger altijd waren, dat weet ik nog wel. Pap, waar heeft meneer Campbell het over? Kijk nou, daar hebben we het jochie van Morland. Als je geld had, zou ik je aanraden hier te investeren. Maar aangezien je geen geld hebt, doe ik dat niet. Laters, ik zou niet in jullie schoenen willen staan. Jeetje, jeetje, wat gemeen. Ik ben zo boos dat ik wil vloeken. Oh, pardon. Sorry dat ik zo over mijn toeren ging. Wie heb je meegenomen, Justin? Ik ben alleen. Waarin kan ik hier investeren? Gewoon weg met stal Morland. We doen er niet meer aan. Nee, laten we die maar niet kiezen. Wie is die nare kerel? Dat was meneer Campbell van de GED. Ze willen onze stal tegen de vlakte gooien en er luxe appartementen neerzetten. Maar daar steek ik een stokje voor. Zo'n lief, ga maar terug en laat mij dit varkentje wassen. Oh, hij is boos. Heel boos. Ik moet bewijzen dat dit land mijn eigendom is. Dan kan ik dat nare bedrijf tegenhouden. Dus we moeten papieren... Oh, we hebben ook weer Thomas in ons dagboek. We gaan Thomas natuurlijk wel helpen. Ik kan prima overweg met paarden, maar aan administratie heb ik een broertje dood. Ik heb meer tijd nodig om te bewijzen dat dit mijn eigendom is. Schop tegen 5 GPS-apparaten door ernaast te steigeren. Ga daarna terug naar Thomas Morland. Oh, we gaan de boe saboteren. Als we genoeg GPS-apparaten uitschakelen die ze buiten de stal aan het installeren zijn, heb ik meer tijd om alles uit te zoeken. Die GPS-apparaten zien er wel stevig uit, maar ze zijn vast niet bestand tegen een stevige trap van een paard. Een trap van een paard, zeg je? Wat als ik Thorn ernaast laat steigeren en een flinke trap uit laat delen? Dat klinkt als een heel goed plan. Dat gaan we doen. Dit vind ik leuk. En dan moeten we volgens mij ook nog uitkijken dat we niet gezien worden door de GED-mensen die hier lopen. Tenminste, dat is wat ik nog weet van vroeger. Ik zie hier nu helemaal niemand lopen. Dus ik denk dat we veilig zijn. Dat is de eerste. Oh, het is gelukt. Lopen er... Oh ja, kijk, daar loopt er eentje. Daar moeten we voor uitkijken. Want hij mag ons natuurlijk niet zien. En dat is 2. Oké, dan gaan we achter hem door langs naar de volgende. En hier zo... Ja. Oh nee, dat was geen steiger. Oh nee, oh nee, oh nee. En we moeten opnieuw... Ja, ja, gelukt. Oké, we moeten er nog 2. Er is niemand hier te bekennen. Daar loopt er eentje, maar die is nog ver weg. Gelukt. Oké, dan moeten we heel eventjes... Oh, daar komt er ook een. Oh jee. Die komt hierheen en deze loopt weg. Dan kunnen we er snel achter door sneaken. En ja, en nu moeten we heel snel maken dat we wegkomen, want hij komt eraan. En het is gelukt. Ja, we gaan terug naar Thomas.
De GED maakt geen kans met ons. Het is gelukt, Elaine. Je bent geweldig. Hierdoor kunnen ze even niet verder, maar ik denk dat ik meer tijd nodig heb. Weet je wat voor nog meer vertraging zal zorgen? Als ze geen stroom hebben. Ha! Wil jij en Thor nog meer kattenkwaad uithalen? Natuurlijk willen wij dat. Oeh, en we krijgen ook een shirtje. Gebruik de code 3008 om de schakelkast bij de bouwplaats van de GED uit te zetten. Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik nou echt leuke missies, jongens. Rij langs de smid en verder richting de heuvels. Langs de weg staat een schakelkast in een bocht bij de bouwplaats. Ik weet precies waar deze staat. Deze. Die moeten we uit gaan schakelen. De code waarmee je de kast uitzet is 3008. Misschien vind je 3008 makkelijker. Of 3008. Ik onthoud het altijd als 30 augustus. Nou, kunnen we niet vergeten met al die opties. Ik begrijp helemaal waarom die kerel belangrijke info steeds kwijt is. Allemaal heel onduidelijk. Laten we gaan. Oh, ik vind het helemaal fantastisch. Ja, we moeten dus daarheen. Hij zei dat we langs de smid moesten. De GED die zegt dat de stal Moorland naar de grond gaat. Maar wij zorgen dat GED gewoon naar de grond gaat. Ja, helemaal geen GED. Nee, doen we niet aan. Oké, kijken of we niemand hier zien lopen. Nee, de kust is veilig. We kunnen verder. Daar staat de kast die we moeten uitschakelen. En we zijn er. Er is niemand hier zo. Oké, de code 3008. En het is gelukt. De GED heeft geen stroom meer. Kijk, daar gaat het licht. Haha. Het is gelukt, Thor. Laten we terugrijden en Thomas op de hoogte brengen. Nu gaan we maken dat we wegkomen. Yes. Kijk, helemaal geen lampjes meer. Lekker voor je, GED. Nou, het is gelukt hoor, Thomas. De stroom is uit. Ik hoor die boef van een Kemba al tegen zijn personeel schreeuwen. Bellen dat hij hun de schuld geeft? Geen zorgen. Al die gasten zijn slecht. Laten we gebruik maken van de verwarring en vertraging. Zeker. Konden we die oude eigendomsakte voor de stal nou maar vinden? Want daarin staat vast dat het land van mij is. Zoek mevrouw Holswood in haar rode huisje naast Stal Moorland en informeer haar. En informeer naar de ontbrekende akte. De familie Moorland bewerkt het land al generaties lang, maar het land was eigendom van de familie Holbrook. De oude Jasper Holbrook gaf het land als huwelijksgeschenk toen ik met zijn dochter Catherine trouwde. Dat had het begin van een gelukkig leven moeten zijn. Maar goed, de eigendomsakte die ligt zeker weten niet in mijn huis. Ik heb overal gekeken, ook onder het bed. Oh, misschien heeft mevrouw Holswood de akte. Zij is mijn boekhouder. Ze woont in een huisje niet ver van de stal, dicht bij het strand. Wil je bij haar langsgaan en haar vragen? Dan zoek ik ondertussen hier nog verder. Tuurlijk, wij gaan naar mevrouw Holswood. Ik ben ook al bijna level 3. Daar zijn we dan. Hallo, je bent precies op tijd voor thee. Ga gezellig zitten en vertel me waarom je langskomt. Oh, oké, wat gezellig. Een theekransje. Thomas kan de eigendomsakte niet vinden en hij vertelde je dat ik hem heb omdat ik zijn boekhouder ben. Nou zeg, dat is me wat. Ik ben geen boekhouder. Ik heb hem een paar keer met wat berekeningen geholpen. Mijn goede vriend is fantastisch met paarden, maar heeft totaal geen zakelijk inzicht. Ik ben bang dat Thomas alleen de belofte van Jasper heeft om het land bij het huwelijk cadeau te doen. Helaas is Catherine bij een bevalling gestorven voordat de akte werd overgedragen. In zijn boosheid beschuldigde Jasper Thomas van haar dood en heeft sindsdien niet meer met hem gepraat. Er is dus ook nooit meer over het eigendom of de akte gesproken. Daarom kan Thomas die eigendomsakte ook niet vinden. Jeetje, wat een drama. Wat zeg je? Durf jij een koppige oude kerel te benaderen? Nou alleen, wie weet kun jij hem overtuigen om zijn belofte aan dat jonge paar alsnog na te komen en kun je de stal redden. We gaan de stal... Oh, we zijn de level omhoog. Yay! Level 3. Maar ja, we moeten verder. We moeten stal Moorland redden. Jasper heeft tegenwoordig een pompoenkwekerij buiten Moorland. Maar hij heeft nog steeds een schuur hier in de buurt. Rij oostwaarts richting Fort Pinta om de schuur van Jasper te vinden. Met een beetje geluk is hij daar. Laten we er maar heel erg snel heen gaan. Oh jeetje, wij moeten stal Moorland redden. Geen druk, nee. Kijk eens wie we daar hebben. Daar staat Jasper. En wat een zooitje is het hier. Wie ben je en wat wil je? Nou, wat een aardige begroeting. Stal Moorland gaat mogelijk tegen de vlakte en jij wilt dat ik je help? Vergeet het maar, is niet mijn probleem. Oké. Thomas Moorland trouwde mijn dochter vanwege het land. Hij rouwt niet om haar, ik wel. Hij runt alleen maar zijn stal met die knul van hem. Wat een ruzie. Uit respect voor mijn dochter mochten ze 20 jaar op het land wonen, maar ik ben lang genoeg vriendelijk geweest. De GED mag het land hebben. Thomas en die knul moeten hun eigen boontjes stoppen. Wegwezen nu, ik ben klaar met het onderwerp. Zie je niet dat ik heel zwaar werk te doen heb? Deze schuur wordt niet uit zichzelf weer netjes. Nou, zou ik maar gewoon zeggen, zal ik u helpen? Oh, ben je niet geschrokken van mijn barse toon? Nee, blijkbaar niet. Toen Catherine net zo oud was als jij, hielp ze me op de boerderij. Het zou inderdaad fijn zijn als je me kon helpen. Doet me denken aan de goede oude tijd. Wil je me helpen om de schuur op te ruimen? Ja hoor, dat doe ik wel. Even kijken. Wat moet ik hiermee doen? Oh, het gaat gewoon automatisch. Dat is handig. Ik hoef helemaal niks te doen.
Oh, helemaal mooi. Wat moet ik nu doen? Hier zo. Oh, hier ook. Laten we dit eerst maar doen. Ik wou dat opruimen in het echt zo makkelijk ging. En als laatste dit hoekje. Nou, kijk nou. Ik doe zo mijn best. Dit is geen rommel. Een babydeken, een trouwfoto, een brief aan pap. Dit is vast de doos van Catherine. Waarom zit je in de spullen van Catherine te snuffelen? Eerst bied je me je hulp aan en dan breek je mijn kwetsbare hart. Ik had je nooit moeten vertrouwen. Oh, sorry hoor. Die brief is gericht aan mij. Geef hem aan me. Dat babydekentje en die foto, daar heb ik niks mee. Geef ze maar aan Justin wat mij betreft. Wegwezen. Oh, nou dan denk je dat je helpt en dan is het toch niet goed. Jeetje. Even mijn paard een momentje geven. 400 XP, je krijgt er echt veel voor dat soort dingen. Echt leuk. Laten we terugrijden naar Justin met de babydeken en de foto. Hallo alleen, ik zit totaal in de stress. De bulldozers komen morgen. Ongelooflijk hè, ik zit met mijn handen in het haar. Ik heb zojuist met Maya besproken hoe we de paarden op een veilige plek krijgen. Oh nee. Je hebt die eigendomsakte vast niet gevonden hè? Heb je iets van mijn moeder voor me? Ik snap niet goed wat je bedoelt. Een babydeken uit de doos in de schuur van Jasper? Ja, inderdaad, dat is het. Ben je bij mijn opa geweest? Zeker. Denkt Jasper dat mijn vader met mijn moeder is getrouwd omdat hij dan een stal op dat land kon bouwen? Onzin, die stal was haar idee. Ga terug naar Jasper met de oude liefdesbrieven van Catherine en Thomas. Oh. Toen ik oud genoeg was, gaf mijn vader me wat brieven die hij en mijn moeder elkaar hadden gestuurd. Ze schreef vaak dat ze graag een stal wilde openen, zodat ruiters van over de hele wereld konden ervaren wat voor bijzondere band we hier op Jorvik met paarden hebben. Haar droom werd ook zijn droom en hij gaf die droom door aan mij. Elke ruiter die stal Moorland bezoekt, houdt de droom van mijn moeder Catherine levend. Als Jasper dit zou weten, zou hij haar droom ook willen voortzetten. Wil je me alsjeblieft naar hem brengen? Dan kunnen we hem de brieven van mijn ouders laten zien. Oh, dit kan misschien wel werken. Laten we snel teruggaan naar Jasper. Ben je daar weer? Ik dacht dat ik duidelijk had gezegd wat ik ervan vond. Ik ben niet achterlijk. Je hebt mijn kleinzoon meegenomen als troefkaart. Hij lijkt op zijn ouders. En waarom sta je met die papieren te zwaaien? Dat is het handschrift van Catherine. Deze brieven beschrijven de droom van mijn dochter. Wat ben ik een trotse sukkel geweest. Dat heeft me al een zoon en kleindochter gekost. Maar ik zorg dat de stal behouden blijft. Yeah, het is gelukt. Je bent me niet kwijt, opa. Ik snif, hoest, hoest. Dank je, knul. Maar goed, ik moet de eigendomsakte naar Thomas brengen voordat die boef van een Campbell de droom van mijn dochter verstoort en er appartementen van maakt. Ik heb de akte jaren geleden in een kist opgeborgen. Die kist heb ik uiteraard begraven. De vraag is alleen, waar heb ik dat ding in hemelsnaam begraven? Oh jee. Het was in de buurt van de oude vuurtoren, dat weet ik nog wel. Hier, neem deze schep. Ik zal de plaatsen waar de akte begraven kan liggen markeren op je kaart. Wat mompelde je net over oude mannen en slechte administratie? Daar bedoelde je mij toch niet mee? Goed, aan de slag. Alleen, graaf. Het lot van Stal Moorland hangt van jou af. Jeetje. Heftig. Oké, nou we moeten dus eventjes een kist opgraven. Er liggen ook echt van overal van die hoopjes aarde. Waarom begraaf je ook een kist met papieren? Ah, hier ligt niks. Jammer. Deze misschien. Nee, weer geen geluk. Misschien hier zo. Ja, gevonden. Oh, er zitten ook allemaal spinnenwebben in. Lekker. Ik vind het ook wel mooi hoe die schep zo op mijn paard blijft liggen. Terwijl ik daar net aan het graven was. Het is de akte. Je hebt hem gevonden. Nu kan Thomas bewijzen dat hij de eigenaar van Stal Moorland is. Yeah, het is gelukt. De akte hebben we gevonden. In de volgende aflevering gaan we verder met het redden van Moorland. Vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doei doei!